Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Wim Groenendijk. Vandaag ga ik je iets uitleggen over het herstellen na een hardlooptraining of een hardloopwedstrijd. En dan ga ik aan de hand doen van voeding. Eerder heb ik ooit eens een video gemaakt over wat je beter voor je hardlopen of hardloopwedstrijd kan eten. En dit keer ga ik je juist vertellen wat je het beste na het hardlopen of die hardlooptraining kan eten. En dat is best wel een belangrijk onderdeel, voeding. Vooral ook na het hardlopen, omdat dat zorgt voor een sneller herstel. Dus wat je het beste kan eten en waar je op moet letten voor het eten na het hardlopen, dat ga ik je in deze video uitleggen. Om te herstellen kan je een aantal zaken doen na het hardlopen. Een van die is rust, rekken, strekken, eventueel een ijsbad of juist je spieren verwarmen. Foamrollen helpt, maar zo helpt ook voeding na het hardlopen voor een sneller herstel. Tijdens het hardlopen ontstaan hele kleine piepkleine scheurtjes in je spieren. En dat voel je ook, de spierpijn is dat die je uiteindelijk voelt. En door het eten van eiwitten zorg je ervoor dat die spieren sneller kunnen herstellen. Eiwitten zijn namelijk kleine pleisters die op de kleine scheurtjes in je spieren gaan. En die hebben je lichaam nodig om die spieren weer te herstellen, zodat je sneller van je spierpijn af bent. En waardoor je dus ook sneller herstelt en weer kan beginnen aan je volgende hardlooptraining. Nou, wat je nou precies moet eten na het hardlopen, dat kan je eigenlijk indelen in twee categorieën. Wat ik net al zei, eiwit is belangrijk voor de spierstijl, maar je kan twee groepen indelen. Heb je nou een lange duurloop gedaan, dan is het verstandig om meer koolhydraten te eten, omdat je je energiereserves die je eigenlijk helemaal opgebruikt hebt tijdens het hardlopen weer aan te vullen. Heb je nou een intensieve intervaltraining, tempotraining of een hardloopwedstrijd waar je alles hebt gegeven, dan is het ook zeker verstandig om extra eiwit in te nemen. Voor wat ik net al zei, dan is die spierherstel beter. Uiteraard, naast die eiwitten moet je ook koolhydraten eten, want ook bij een intensieve intervaltraining of wedstrijd gebruik je ook koolhydraten. Dus die reserves moet je ook aanvullen. Dus het hangt een beetje af wat je gedaan hebt bij wat langere duurloop. Eet iets meer koolhydraten en bij intensieve iets meer eiwitten. Na het hardlopen heb je ongeveer 20 gram eiwitten nodig. Nou, wat voor producten kan je nou het beste eten na het hardlopen? Nou, wat ik het meeste eet is de eiwitreep. Dit is makkelijk, want hier zit meestal 20 gram. Ik zal even kijken hoeveel deze. Deze heeft 17 gram eiwitten in een reep. En je vult daarnaast ook gelijk je koolhydraten aan. Dus een eiwitreep is gewoon makkelijk. Na het hardlopen neem je één zo'n reepje en je bent klaar. Je kan uiteraard ook wat andere dingen eten. Wat ik vaak ook doe, is een shake met eiwitpoeder. Een beetje melk erbij of water. Shaken. En dan heb je ook genoeg eiwitten binnen. En je kan gelijk precies afmeten dat je 20 gram eiwitten krijgt. Dus dat is een andere. Wat ik eigenlijk het liefst eet na het hardlopen, en dat is ook gelijk om mijn koolhydraten bij te vullen, is gewoon magere kwark. Hier zit per schaaltje, dus zeg 150 gram magere kwark, zit er 30 gram eiwit in. Dus dan neem je iets meer dan één schaaltje. En het fijne hier is aan, ik vul gelijk mijn koolhydraten ook mee aan. Zit hier dan niet zoveel in. Maar wel, als ik een beetje granola erbij doe of muesli, en ik neem eventueel wat rozijntjes erbij, dan vul ik ook gelijk rechtstreeks mijn koolhydraten aan na het hardlopen. Dus als ik echt een wat langere duur loop, ik heb wat meer trek, moet meer koolhydraten aanvullen, dan neem ik liever die combinatie. Wat je uiteraard ook kan eten is gewoon een gebakken of gekookt eitje. Er zit ook eiwitten in. Voor een langere duurloop, dus als ik echt niet genoeg aan de kwark heb en aan de muesli, neem ik vaak gewoon een volkoren boterham met eventueel pindakaas of kipfilet of iets dergelijks. Dan vul je gelijk je eiwitten aan, want in pindakaas zit best wel relatief veel eiwitten en in kipfilet ook. En door de bruine volkoren boterham heb je ook gelijk je vezels en je koolhydraten binnen. En eigenlijk een van de makkelijkste is de chocomel. Chocomel, dan doe je gelijk wat vocht toevoegen. En qua eiwitten zitten per portie zit al gauw 7 gram eiwitten in. Dus met een portie heb je best al een aardig deel van je eiwitten binnen. Dus dat is wat ik eigenlijk eet na het hardlopen. Nou, en met deze producten, natuurlijk zijn er ook nog andere producten. Je kan ook vleeswaren eten en dat soort zaken. Want daar zitten ook veel eiwitten in. Zuivelproducten zitten ook veel eiwitten in. Dus je kan het zijn genoeg producten om mee te variëren om na het hardlopen wat te eten. Maar het is dus belangrijk dat je je koolhydraten aanvult en je eiwitten. Sommige mensen denken met eiwitten ben je er alleen al niet. Want je moet ook echt die koolhydraten om die tank die je helemaal leeg gerend hebt weer aan te vullen.
Je lichaam heeft namelijk ook de energie nodig om te herstellen. Het laatste wat ik nog wil meegeven, wat je echt na het hardlopen ook moet innemen, is drink voldoende vocht. Ook als je tijdens het hardlopen genoeg gedronken hebt, na het hardlopen doe je nog steeds transpireren en je lichaam heeft vocht nodig om te herstellen. Dus drink daarom ook na het hardlopen voldoende vocht. Vul die vocht weer aan en dan heb je lichaam eigenlijk alle voedingsstoffen, de koolhydraten, de eiwitten en het vocht om weer snel te herstellen. Nou, dit was mijn video over wat moet je eten na het hardlopen. Ik hoop dat je wat aan deze tips hebt en dat je nu weet wat je ongeveer kan gaan eten na het hardlopen om zo een beter herstel te hebben. En een beter herstel betekent dat je sneller weer met je volgende training kan beginnen. En daarnaast dat je ook het meeste uit de training haalt. Want als je een training alles geeft, maar je herstelt niet goed, dan heb je nog niet alle profijt van de training. Dus je hebt eigenlijk bijna voor het niks in het zweet gerend. Dus goede voeding is belangrijk als jij die vooruitgang wil boeken naar een betere en snellere hardloper. Dit was in ieder geval Wim Groendijk met mijn video over wat moet ik eten na het hardlopen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal, dat kan hier. En dan wil je nog meer weten over hardlopen en trailrunnen en wat je ook moet eten voor het hardlopen. En dan komen hier nog een aantal filmpjes.